Ik neem je 3 dagen mee naar verschillende delen van de Campina. Dan kan ik je de zonsopkomst laten zien en de dieren en planten in dit natuurgebied van ruim 1200 hectare. Alles zit onder de dauwdruppels. Het lijken wel kleine parels die schitteren in de zon. Het buntgras is helemaal bedekt met druppels en dat is een bijzonder gezicht van dichtbij. De spinnenwebben hebben wat weg van kerstversiering. De tijgerspin vindt het maar niks en doet alle moeite om ze van zich af te wrijven. De houtpantserjuffer zit vol met dauwdruppels en blijft rustig zitten tot hij droog en opgewarmd is. Net als de heidelibel, die ook is versierd met parels. Hij heeft zijn ogen al droog gewreven en zo kunnen we zijn indrukwekkende kop en grote ogen wat beter zien. Zijn ogen bestaan uit wel 10.000 tot 20.000 facetjes. De zon straalt en de eerste bewoners komen een kijkje nemen op de zandheuvel bij het kogelvangersven. Het zijn de IJslandse paarden die een zandbad komen nemen. Toch wel handig zo'n stok om eens lekker te krabben waar je niet bij kunt. Zolang hij mij maar niet als krabstok gebruikt, denkt de hagedis. Er staan verschillende soorten naaldbomen in het bos. En de zaden van de dennenappels zijn een lekkernij voor vogels en eekhoorns. Aan de oevers van de vennen groeit de zonnedauw. Dit is een klein vleesetend plantje dat insecten lokt en verteert met kleefstof. De reiger is op zoek naar wat lekkers, zoals kikkers en visjes. Door de lage waterstand groeien de oeverplanten steeds verder het ven in. Een bramenstruik. Daar wandelt menig mens zo voorbij. Maar is het je wel eens opgevallen hoeveel insecten erin zitten? Op de bloesem komen onder andere bijen en hommels af en ook de groene wans vertoeft graag in deze struik. Een wesp likt nog wat van de laatste dauwdruppels van een blad.
Op zonnige plaatsen in het bos zie je vaak heuvels van zand en dennennaalden. Dit zijn mierenkoepels. De mierenkoepels zijn de nesten van de rode bosmier. Deze harde werkers zijn de hele dag bezig met bouwen, voedsel verzamelen en zorgen voor de koningin en de larven. De varens siert het bos. Varens komen als krullen uit de grond, die zich ontvouwen tot mooie bladeren. De avond valt en de volgende ochtend neem ik je mee naar de oostkant van de Campina. In de schemer grazen de reeën in de omliggende weilanden. Ik loop het pad verder door en kom aan bij het Ansumven. Daar komt een kudde nieuwsgierige koeien aangerend. Deze koeien behoren tot het Blond d'Aquitaine ras. En zoals de naam al doet vermoeden, komen ze van oorsprong uit de streek Aquitanië in Zuidwest-Frankrijk. Ze worden vaak ingezet voor begrazing van natuurgebieden.
Ik loop richting de Zandbergsvennen met daaromheen een prachtig heidegebied. Dit was een van de favoriete plekken op de Campina van de natuurbeschermer Pieter van Tienhoven. Hij heeft zich ingespannen voor het behoud van de Campina. Zijn as is hier uitgestrooid op de plek waar ook zijn gedenksteen is opgericht. De avond valt weer. En morgen neem ik jullie mee naar het Belversven. Dit ven ligt aan de westkant van de Campina. Deze omgeving trekt vele bezoekers, vooral als de heide in bloei staat. Deze schapen zijn tijdelijk te gast. Ze eten het gras en jonge boompjes die groeien tussen de heide. Dit is goed voor het behoud van dit natuurgebied. Tijdens iedere wandeling dringt het weer tot me door. De Campina doet niet onder voor verre oorden, duizenden kilometers hier vandaan. Het is een parel in een dichtbevolkt land, waar de natuur nog volop de ruimte krijgt. Dit is iets waar we trots op mogen zijn en wat we moeten koesteren.